Hallo, ik ben Margot van het Aquarelblog en naast mij Guy Cruyer, een bekende goede aquarellist. Guy is dit weekend te gast om een aquarel masterclass te geven, maar ik heb hem net mee naar buiten gelokt, het Groesbeekse landschap laten zien en hij gaat wat tips ook aan jullie geven. Ik ben nu bezig aan die boom hier. Ja, dat is wel een belangrijk gegeven, omdat die de diepte van de rest van het landschap mee helpt bepalen, als het ware. En dan ontstaan hier een soort van achtergrondbomen. Die ook wel afgewisseld zijn, licht en donker. Nu, in functie van het aquarel is dat wel belangrijk. Waarom? Omdat je de toppen van de bomen kun je eigenlijk maar zien omdat er licht op valt. Want direct daarachter, dan zitten weer donkere bomen. Dus als je die arceert, dan kun je daar later heel gemakkelijk... Dan kun je dat gebruiken in feite als aanhechtingspunt voor de donkere kleuren erboven te schilderen. Dus ik ga die ook arceren en ik heb zelfs nog een rij bomen die daar helemaal achteraan staat. Ook deze zijn vrij donker. Je bent de kerk van de Horst in Groesbeek aan het tekenen om daar straks een aquarel eventueel van te kunnen maken. Dat klopt, Margot. Kun je aan mij uitleggen? Ja, hoe je dit nou aanpakt? Hoe doe je dit nou? Ja, dat is een hele goede vraag. Een heel boeiende vraag ook. Dat kan zelfs verschillen van gebouw tot gebouw. Maar ik heb in dit geval gekozen voor deze lijn hier. Ja? Ja, omdat dit eigenlijk een groot deel uitmaakt. Dat is een hoek van het gebouw. En dit maakt een groot deel uit van de stabiliteit ook van de hele kerk. Dus niet alleen naar functionaliteit toe, maar ook bij het tekenen ervan. Ja? Dus als je deze lijn goed hebt, in afstand en in hoogte, en dan ga je die driehoek daar overheen bouwen, als het ware, dan weet je ook waar de andere zijde uitkomt. En eenmaal dat dat vlak vast ligt, ligt eigenlijk zowel het gedeelte rond ligt vast, als de blok die er nog voor staat. Ja? Dus door het inschatten van die afstanden en door het respecteren van die schuine lijnen, kun je eigenlijk vrij gemakkelijk het hele gebouw erop krijgen. Dus eigenlijk puzzel jij vanaf een startpunt, je neemt een startlijn. Juist. En vanuit daar puzzel je het hele gebouw aan elkaar. Inderdaad. Je hebt nu en een stukje architectuur gedaan en een stukje landschap. Ja, dat klopt. Wat is de overeenkomst tussen die twee? De overeenkomst is dat je inderdaad, zoals we dat straks al zeiden, goed moet kijken. Maar en bij de architectuur gaat het vooral over horizontale lijnen, verticale lijnen en een aantal diagonalen die moeten goed geplaatst zijn. Dus dit moet kloppen als een bus, als het ware. Terwijl als je dan kijkt naar een landschap, daar heb je dat in feite veel minder. Je hebt wel die lijnen die grenzen vormen van vlakken, hoeken en allerlei vormen ook. Maar die lijnen zijn niet horizontaal en verticaal, het zijn organische, grillige vormen, zoals die, dat we die gewoon zijn van in de natuur. Oké, dankjewel voor je hele duidelijke uitleg. Veel plezier. Heb je nog een laatste tip voor de kijkers? Ja, in feite wel, Margot. Ik zou eigenlijk willen zeggen tegen de mensen die houden van schilderen en van tekenen. Als je een goede tekening of een goed schilderij wil maken, belangrijk is kijken en kijken als een kind dat niets weet. Waardoor je eigenlijk verplicht bent van alles opnieuw te gaan herontdekken. Dat is de basis voor een goede waarneming en daarmee kun je al de slag voor een goede tekening en een goed schilderij te maken. Denk er maar eens over na, slaap er maar eens een nachtje over.